Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze commissievergadering van 13 februari 2017. Ik ga zo een eeuw verder, hoor. Mensen die thuis bij ons zijn, van harte welkom. Wethouders van Leona Griekela, van harte welkom, de heer Gogoree. Mensen van de pers. Afwezig de heer Rooijakkers, wordt vervangen door de heer De Graaf. En afwezig de heer Nijburg van de ChristenUnie en mevrouw Snijder van Gemeentebelangen. Dat was agenda met agenda punt 2, spreekrecht burgers. We hebben één aanmelding, de heer Hogeboom namens Cultuurhuis de Mozaïek, in zaken het agendapunt publieksdienstverlening Lemerenveld. Meneer Hogeboom, u hebt 5 minuten de tijd. Blijft u na de tijd even staan, maar u weet hoe het werkt. U bent hier eerder geweest. Ja, ik raak er al een beetje aan gewend, ja. Dankjewel voor de spreektijd die ik hier kan krijgen voor dit agendapunt. Geachte raadscommissie, op 3 oktober vorig jaar stond dit onderwerp ook geagendeerd. Ook toen stond ik hier. Om met de deur in huis te vallen, we zijn uitermate teleurgesteld over het voorliggende voorstel. En de gevolgde procedure voelt hoogst irritant. Het laatste is mogelijk nog erger dan het eerste. In een tijd waarin van vrijwilligers verlangd wordt steeds meer taken die voorheen door de overheid werden gedaan op te pakken, mag het toch niet voorkomen dat wij een door u zelf ingesteld bestuursorgaan, Stichting Cultuurhuis de Mozaïek, zo ongehoord blijven en zo gemakkelijk gepasseerd worden. En nu niet voor het eerst. Het overkomt ons met grote regelmaat. Lemerenveld werkt, integratie nieuwkomers, welzijnskoepel, aanbod om te onderzoeken of huisvesting van het consultatiebureau mogelijk is, lange wachttijden voor incidentele subsidieaanvragen enzovoort. Daarom spreken we opnieuw in. Niet omdat we het leuk vinden, maar omdat we ons genoodzaakt voelen. De opnameband van 3 oktober jongstleden hebben we meerdere malen teruggeluisterd. De portefeuillehouder deed destijds een aantal toezeggingen te weten. Onze brief van 23 juli vorig jaar zal alsnog inhoudelijk serieus beantwoord worden. De suggestie om een medewerker van het Cultuurhuis in te zetten op het servicepunt zal inhoudelijk zorgvuldig onderzocht worden. De kosten van de noodzakelijke aanpassing in het Cultuurhuis zullen zorgvuldig beoordeeld worden. Over het resultaat kunnen we kort zijn. De gedane toezeggingen zijn niet nagekomen. De brief is onbeantwoord gebleven. In het voorstel worden onze suggestie met betrekking tot de mogelijkheid van een inzet van cultuurhuismedewerker niet genoemd. Ambtelijke navraag leverde op dat dit ook niet onderzocht is, maar waar een wil is. De kosten voor de noodzakelijke aanpassingen zijn opnieuw niet serieus onderzocht en zijn voor het besluit klaarblijkelijk ook geen issue. Dit ondanks het feit dat ook burgemeester Al Noten vorige keer de verwachting uitspraak dat wellicht ook wel tegen minder kosten verbouwd zou kunnen worden. Een verwachting die wij nogmaals onderschrijven. Ja, er is ambtelijk bezoek geweest van de heer Duitshoff, maar van serieus onderzoek naar mogelijkheden of overleg over het servicepunt bleek geen sprake te zijn. Het bleef beperkt tot motivatie van het betreffende collegestandpunt. Kosten voor vermeende noodzakelijke technische aanpassingen bleken geen issue in dit gesprek. Voorstellen onzerzijds om tot openstelling van het servicepunt vanwege de kosten terug te brengen naar 1 dagdeel, maar dan wel op een tijdstip dat al onze dorpsbewoners er gebruik van kunnen maken, werd wel meegenomen, maar het wachten is nog steeds op de reactie. Hoe kan het zo vaak misgaan in communicatie en samenwerking? In het voorstel, maar ook bij ambtelijke navraag, wordt steeds verdere digitalisering als belangrijkste argument voor sluiting genoemd. Dat mag waar zijn, maar toch klopt er ergens iets niet. Want waarom zou u dan wel uitbreiding van tijden in het gemeentehuis voorstellen, of dan wel nastreven? Tijdens de oktobervergadering gaf de portefeuillehouder aan dat sluiting van het servicepunt Lemerenveld geen principekwestie is. Dat mag zo gezegd zijn, maar die indruk krijgen we absoluut niet. Niet door het gevoerde proces en niet door het voorliggende voorstel dat aanstuurt op sluiting van het servicepunt Lemerenveld.
De kracht van de kern wordt aangetast, waar wij alles in het werk stellen om juist deze te versterken. U zet met dit voorstel koers richting verdergaande centralisering, het tegenovergestelde van een gewenste nabije overheid, juist nu. Sluiting van het servicepunt zou wederom het verdwijnen van een belangrijke basisvoorziening in onze kern betekenen. En dit terwijl de discussie over het gewenste voorzieningenniveau in de kernen nog gevoerd moet worden. Ons voorstel is om juist vanaf die kant te beginnen en te kijken hoe we in gezamenlijkheid verbeteringen kunnen aanbrengen. En met beter bij inwoners aansluitende openingstijden en door verbinding te zoeken met andere beleidsterreinen in het sociale domein. 2017 werd afgetrapt met inzet op vertrouwen als basis. Ons cultuurhuis heeft veel expertise op eerder genoemde terreinen. Wij zien duidelijke kansen, nu u nog. Dank u wel, tot zover. Dank u wel, heel gewoon precies 5 minuten. Het spreekgestoelte is niet bedoeld om klachten in te dienen. Ik zie uw betoog, uw vurig betoog, ook niet als een klacht, maar meer als een onderbouwing om een servicepunt in het Lemmerdenveld open te houden. Blijft u even staan. Ik weet niet of er vanuit de commissie nog vragen zijn richting u. Nee, dan was je duidelijk. Dan zullen we straks afwachten bij de behandeling van het punt. Ik zal afwachten of het of de inbreng ook nog een beetje gevolgen heeft. Ik neem aan dat gezien de vorige standpunten van de raadsleden, verwacht ik eigenlijk wel het maximale van de raad. U blijft een vurig aanvoerder. Verder met agenda punt 3, vaststelling agenda. Ik wil de agenda behandelen zoals die voor ligt. Is er iemand die daar nog iets op wil aanvullen? Niemand. Dan hebben we ook agenda punt 3 gehad en gaan we verder met agenda punt 4, waarbij ik opmerk dat de heer Meijerink wegens verbondenheid van zijn echtgenote bij de WOC Campus, of wel specifiek bij het Agnietencollege, bij dit agendapunt de vergadering zal verlaten. En op de tribune plaatsneemt. Duurzaamheidsambities WOC Campus Nieuw-Leuzen. Verantwoordelijk wethouder, de heer Van Leeuwen. Ambtelijke ondersteuning van de heer Laroy. Welkom, meneer Laroy. In december vorig jaar heeft de Raad krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de huisvesting van het Agnietencollege in de campus. Daar was nog geen rekening gehouden met bijkomende ambities op het gebied van duurzaamheid. Het college heeft 3 scenario's ontwikkeld om een keuze te kunnen maken over die duurzaamheidsmaatregelen. In het voorstel zijn verschillende mogelijkheden opgenomen en de vraag is waar de voorkeur ligt. Het college zal zich dan ook beraden op de uitwerking van het definitieve ontwerp. Er zijn technische vragen gesteld door CDA, D66 en ChristenUnie. De antwoording daarvan is misschien een beetje aan de late kant, maar wel op het risk geplaatst. Behandeling in 2 ronden. Een informatieve ronde waar u de vragen kunt stellen. Daarna opererende ronde. En dan zullen we kijken hoe het verder gaat verlopen. Ik verzoek u wel in de opinierende ronde u zelf helder uit te spreken. En dan wil ik als eerste, voordat we met de informerende ronde gaan beginnen, de wethouder even het woord geven. Ja, even 2 kleine puntjes. Het betreft niet alleen een voorstel voor Agnietencollege, maar voor het totale complex. Dat zou je kunnen opmaken uit het feit dat de heer Meijerink de vergadering heeft verlaten, maar dat wil ik even recht zetten. En ten tweede, de vragen die voor het weekend zijn gesteld zijn voor het weekend beantwoord. En wat vanmorgen binnen is gekomen, ja, dat kunnen wij ook niet helpen. U zet het weer scherp neer, meneer Van Leeuwen, duidelijk. Maar dan wil ik toch beginnen met de informerende ronde. En wie mag ik als eerste het woord geven voor de vragen? Geen vragen. Dus kunnen we gelijk met de informerende ronde of met de opinierende ronde beginnen. En wie mag daar als eerste of wil als eerste het woord voeren?
Meneer Koetsier, CDA. Ja, dank u voorzitter. Ja, wij hebben onze vragen in de technische ronde gesteld, zeg maar. Wij hebben in de eerdere bijdrage gepleit voor, gezegd over de BSC en over duurzaamheid, gepleit om een voorbeeldfunctie daarvan te maken voor de gemeente. Wat ons betreft is dat nog steeds een uitstekende mogelijkheid. Bij de voorstellen hebben wij de volgende opmerkingen. Allereerst nog bedankt voor de beantwoording van de technische vragen. Eén technische vraag ging over de opstelling van de zonnepanelen. De beantwoording vinden we toch bijzonder. Ook al zijn wij niet de meest deskundige, toch willen we iets meegeven. Door de Oost-Westopstelling lijkt het rendement vergelijkbaar met de zonopstelling op het zuiden. Alleen investeringen zijn veel hoger, omdat er meer zonnepanelen geplaatst moeten worden. We geven het college mee om het vanuit financieel perspectief nog eens goed daarnaar te kijken. Het tweede, bij de inbreng van de duurzaamheidsnota heeft de CDA-fractie onder andere gezegd dat wij het belangrijk vinden dat bij investeringen, dat we ook kijken naar in hoeverre omwoners, zeg maar de buurt, mee kunnen liften. Zodat overal duurzaamheid nog meer op de kaart staat. Kan bijvoorbeeld de warmte-krachtkoppeling ook ingezet worden voor de omgeving? We willen het college nadrukkelijk vragen om dit dus ook bij de verdere ontwikkeling van het WOC mee te nemen. Duurzaamheid is ook een mindset wat ons betreft. Ook door in het pand de duurzaamheid te vertalen naar hele praktische, herkenbare besparingen, als bijvoorbeeld een meter voor hoeveel energie er wordt bespaard. Hoe mooi is het om duurzaamheid niet alleen te vinden in het gebouw, maar ook in de mensen die het gebruiken of in de buurt wonen. Dan ben je wat ons betreft echt met duurzaamheid bezig. Met deze opmerking is de CDA-fractie het eens met het voorgestelde scenario. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Wildfang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. De opinie van de Partij van de Arbeid is eigenlijk heel eenvoudig. Het is niet zozeer de vraag of je het moet doen, maar veel meer de vraag hoe en in hoeverre. En om maar even direct met de deur in huis te vallen, wat ons betreft kan het voorstel rekenen op onze steun. Wat ik er lastig aan vind is dat de terugverdientijd zo lang is, of in ieder geval lijkt te zijn, 15 tot 20 jaar zo over de duim gerekend. Een afweging die ik daarbij zelf wel eens maak om voor mezelf ook te testen of het nog klopt, is er eentje zo van, zou ik dit nou thuis ook doen? En het antwoord hier op dit onderwerp zou nu voor mijzelf zijn, nee, dit zou ik thuis niet doen. Veel te lange terugverdientijd. Kan ik beter in iets anders investeren om te zien of ik later wellicht dit alsnog ga doen. En toch kom ik tot de conclusie hier dat we het wel moeten doen en gaan we het voorstel dus steunen. Want het loont op langere termijn. We hebben als overheid ook een voorbeeld te geven. Dat kan je soms geld kosten. En dit project leent zich er bij uitstek voor om ook te ervaren hoe dat nou voor ons als gemeente uitpakt, hoe dat werkt. Kortom, jammer van de lange terugverdientijd, maar eens met het voorstel. Dank u wel, meneer Wildfang. Meneer De Graaf, D66. Dank u wel, voorzitter. U noemde het al in uw inleiding dat ook wij enkele vragen hebben gesteld die keurig zijn beantwoord. Dank daarvoor. De vragen hadden betrekking op de energiewaarde van het Rabo-gebouw en de EPC-score bij het plaatsen van PV-systemen. Allemaal erg technisch, maar ik weet nu wat een EPC-score van 0,2 tot 0,3 betekent. Kort samengevat, bijna energie-neutraal. Mooi. Op grond van de verkregen antwoorden kan ik vaststellen dat bij scenario 3 het hoogste rendement is te halen en daarmee een maximaal haalbare duurzaamheidsdoelstelling. Wie kan er tegen zijn? In mijn vraagstelling heb ik aandacht gevraagd voor de beschikbaarheid van de SDE-plus-subsidie voor bedrijven en instellingen die vorige week van kracht is geworden. De overheid heeft hier maar liefst 12 miljard euro voor beschikbaar gesteld. Realisatie is niet gebonden aan 2017, maar kent een realisatietermijn van plus 3 jaar na aanvraag van de subsidie. En dat kan leiden tot circa 50% reductie van de investeringskosten. In de beantwoording van mijn vragen wordt bevestigd dat de komende maanden onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheden van deze of andere subsidiemogelijkheden.
maar ook dat eventueel verkregen subsidie geen effect heeft op de hoogte van de investeringen. Eventueel wel een aanvullend financieel voordeel kan opleveren. Ik neem aan, ten gunste van het project. Wordt bevestigd door de wethouder. Ik heb begrepen dat dit onderdeel in de besluitvorming fase 3 in juni nog terug zal komen en we er een uiteindelijk besluit over zullen nemen. Gezien de discussie vorige week over de kadernota duurzaamheid en onze gemeentelijke ambitie, gaan wij voor scenario 3. Maar dat had u al begrepen. Dank u wel, meneer De Graaf. U bevestigde dat de wethouder akkoord was met uw... Ja, maar ik wil het toch graag even horen. Ja, voorzitter. Dank u wel, ligt er ook in vast. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u voorzitter. Ook wij hadden technische vragen gesteld en bedankt voor het antwoord. En daarin staat ook dat een aantal vragen nog meegenomen zullen worden in de verdere uitwerking. Dan onze opinie, onze visie eigenlijk. Vorige week heeft de commissie gesproken over duurzaamheidsambitie. En met die ambitie, en wetende dat dat lastig zal worden, kan je nu eigenlijk niet anders dan gaan voor zo duurzaam mogelijk en dus voor optie C. Dat is als eerste onze opinie en we hebben er wel een aantal opmerkingen bij. Er zijn er vier. En de eerste is dat we in deze fase wel toch wel meer informatie missen over de verschillende scenario's en de gevolgen ervan op de exploitatie. En dat maakt het maken van een juiste keuze wel moeilijk. Er moet ergens toch nog een verhouding zijn tussen kosten en baten. En die verhouding is er nu ook wel, want we slopen niet de hele Rabobank en zetten daar een heel energie-neutraal gebouw neer. Dus er zit al ergens een verhouding in. En er is ergens een grens aan wat je investeert en wat je daarvoor terugkrijgt. Dus dat vinden we wel jammer. We hebben begrepen dat het gewoon nu lastig is, maar we hopen daar straks toch in vervolg gewoon de informatie over te krijgen. Het tweede gaat over, ook over de exploitatie. Wij kunnen ons voorstellen, we doen nu extra investeringen in exploitatie. En dat het exploitatievoordeel, wat dan zeg maar straks naar de campus gaat, dat dat ook weer meegenomen wordt, dat dat terugvloeit naar de gemeente. Ook om in evenredigheid te blijven met de andere cultuurhuizen en de huren die de andere verenigingen en de andere kernen betalen. Het derde punt, en het CDA noemde dat ook al, wij pleiten ervoor om dit gebouw het voorbeeldgebouw van Dalfsen te maken. En geven dan ook de status die het verdient met alle toeters en bellen die erbij horen. Maakt dit echt een prachtig energievoorbeeldgebouw. Het laatste puntje van ons is dat we het niet juist blijven vinden. Dat hebben we al eerder genoemd, dat het aspect duurzaamheid apart komt. En dat moet in de toekomst gewoon integraal deel uitmaken van de bouwplannen. Wil je duurzaamheid serieus nemen, dan moet het vanaf het begin meegenomen worden. Niet als een petje achteraf er nog bovenop gezet. Deze vier opmerkingen doen niks aan onze keuze voor scenario 3. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, heel veel dingen zijn al gezegd, die zal ik niet herhalen. Allereerst dank voor de stukken. Beknopt, helder en ook op inhoud van een beduidend hoger niveau van wat we gezien hebben bij bijvoorbeeld de verkenning van de gemeentewerf en de uitwerking van het theater. Wij zijn blij met deze stijgende lijn en wat ons betreft mag dit dan naast een voorbeeldgebouw ook wel een voorbeeld zijn hoe de verkennende rapportage eruit dient te zien. Het zal u niet verbazen dat wij ook de voorkeur van het college voor scenario 3, om dat verder uit te werken, zullen steunen. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Veldhuis van de VVD. Dank u, voorzitter. Dank voor het voorstel. Allereerst ook van onze kant uit complimenten voor het voorstel. Het is een helder stuk met een goede samenvatting en de onderliggende stukken. Die geven een beknopte afweging voor de verschillende voorgestelde scenario's. Maakt het goed leesbaar. Maar dan inhoudelijk. U geeft zelf aan, en de onderliggende notitie onderschrijft dit ook, dat een energie-neutraal een ambitie is die we waarschijnlijk niet gaan halen. We zien dat de voorgestelde scenario's 2 en 3 hoge investeringen vragen. 260.000 en 215.000. Wat de opbrengsten hiervan zijn in de exploitatie, kunt u niet aangeven, geeft u aan. Ook een inschatting is lastig te maken. Om dan ja of nee te zeggen tegen een van de genoemde scenario's maakt een keuze wel heel erg lastig. Aan de andere kant moeten we hier ook zo spoedig mogelijk mee doorgaan en niet te lang wachten. Scenario 2 is voor ons dan ook een goede optie om mee te starten. Daarmee spreken we de verwachting uit dat de exploitatielasten omlaag kunnen. We vragen u dan ook expliciet aan om nog wel antwoord te geven, om een sluitende business case te geven, om te zien hoe we dit gaan terugverdienen. Voor scenario 3 geldt dat we deze nog niet kiezen. Dit heeft vooral te maken met de kosten, die zijn wel bekend,
maar we weten dus niet wat het gaat doen in de exploitatielasten. Het totale risico van de investering vinden we dan te hoog. Indien mogelijk is dan ook onze vraag of dit ook in een later stadium nog op te pakken is, scenario 3. Dank u wel, meneer Veldhuis. Wethouder, mag ik u het woord geven? Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, allemaal hartelijk dank voor de positieve woorden. Over de inhoud van het stuk, dat komt geheel op het konto van de heer Laroy en de zijnen die dat voorbereid hebben. En ik denk ook dat onze adviseur ABC Nova hierin een heel belangrijke rol heeft gespeeld. En niet in de laatste plaats de adviseur voor wat betreft de installaties. De opstelling Oost-West, die nader te beschouwen, nou, dat wil ik best nog een keer doen, meneer Koetsier. Ik was bijzonder verrast door de twee, in die grafiek hebben we twee parabolen gezien. En die deden mij denken aan mijn studietijd bij de biologie. En toen ging het over evolutie. En nou blijkt dat degene die minder hoog pieken, maar aan de zijkant meer scoren, uiteindelijk het grootste voordeel halen. Dus we zullen kijken wat we er nog mee kunnen doen. Dank u wel. Meeliften van de omgeving op de WKO? Nee, dat kan op dit moment niet. Die WKO wordt nu volledig gebruikt voor, althans de 30% die over is voor het gebouw. Wel is het zo dat binnenkort er een gesprek is met collega Agricola samen en afdeling Milieuzaken over een plan wat mogelijk voor het middengebied, als straks de basisscholen er naartoe komen en het zwembad. En dan zullen we kijken of we daar ook omwonenden van kunnen laten mee profiteren. Maar het is lastig om oude installaties, cv-installaties, om die aan te sluiten op dit soort lage temperatuurinstallaties. Dus dat durf ik niet nu te garanderen. Maar dat we daar naar willen kijken, zeker. Meten voor energiebesparing vind ik een hele goede suggestie. De heer Laroy zal die noteren, want ik denk dat dat bijdraagt aan educatie en verduidelijking van waar we als gemeente mee bezig zijn. En uw opmerking dat niet alleen het gebouw duurzaam moet zijn, maar ook de mensen die er gebruik van maken, die onderschrijf ik volledig. Een voorbeeldje misschien vandaag. Kregen we verslag van mevrouw Dolle en de heer Laroy over gesprekken die gevoerd zijn met onder andere de speelgoedbank. Nou, ik ben ervan overtuigd geraakt dat als er iemand als persoon duurzaam is, dan is het wel de meneer die die speelgoedbank runt in Nieuw-Leuzen. Want die wil graag wat ruimte gebruiken, maar stelt het volkomen open voor iedereen die daar ook gebruik van wil maken. En dan denk ik van ja, dan kom je echt in een win-win situatie te zitten. Partij van de Arbeid, steun, dank u. Terugverdientijd 15 tot 20 jaar. We zitten even aan de voorzichtige kant. U heeft gekregen een overzichtje van energie zoals die gebruikt wordt op dit moment door de school, op dit moment door de schakel, wat helemaal schrikbarend is, en de bibliotheek. We kunnen u op dit moment nog geen definitieve rekensom geven over hoe dat zit in de exploitatie. Komt wel bij het go-no-go moment. Dan heeft u beschikking over die gegevens. Maar om even een indicatie te geven van gebouwen die 40 jaar geleden gezet zijn en waar we nu een totaal met de huidige kennis van zaken, met de huidige stand van de techniek iets nieuws neer gaan zetten. Ja, ik ben er zelf van overtuigd dat we een enorme slag in de exploitatie ten goede gaan maken op het gebied van de energielasten. D66, de SDE-subsidie, ja, een goede suggestie, was hier intern ook al wel bekend, maar uw suggestie die gaan we zeker uitvoeren. En op het moment dat dat voordelen gaat bieden, dan vloeit dat natuurlijk terug in dat project, dat is vanzelfsprekend. ChristenUnie, ik heb al gezegd, u krijgt meer informatie over de gevolgen voor de exploitatie, absoluut, want ik zou zelf ook niet een beslissing willen nemen als ik niet meer informatie zou hebben. Dus dat is, zeg ik u toe.
het voordeel terugvloeien naar de gemeente. Ja, die investering die moet natuurlijk op een gegeven moment ook weer terugverdiend worden. Dus dat ben ik met u eens. Maak het een voorbeeldgebouw. Nou, sluit aan bij wat de heer Koetsier al zei in feite. Ja, ik vertaal het maar even. De hele raad wil dit een voorbeeldgebouw. En integraal voort in het ontwerp. Dit is eigenlijk de reden waarom we nu even die tussenstap maken. Om u nu, voordat er een definitief ontwerp gemaakt gaat worden, mee te nemen en even te horen van nou, hoe staat de raad hierin. Nou, heel positief. Ik had trouwens niet anders verwacht overigens. En vandaar dat we dat nu integraal in het ontwerp gaan meenemen. Gemeentebelangen, dank voor de lof. We doen ons best om de stijgende lijn voor te zetten, laat ik het maar zo zeggen. En ook VVD bedankt voor de complimenten. Het energie-neutraal gaan we net niet halen. U zegt scenario 2, scenario 3 nog niet, maar ik hoop dat u bij het go-no-go moment zoveel informatie heeft dat u van harte zegt, nou, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mag ik nog één vraag stellen? Dat is wel buiten de ronde, maar mag dat? Ja. In de volgende fase komen er natuurlijk meer uitwerking naar ons toe. Ik hoor wat opmerkingen over terugverdientijden. Daar zijn wij als gemeentebelang eigenlijk niet echt in geïnteresseerd. Wat ik zou willen vragen om mee te nemen is dat de vorige keer rondom duurzaamheid hebben wij gepleit over de social cost of carbon. Om dat inzichtelijk te krijgen van joh, als je nou niks doet, wat voor een negatief effect zou dat dan hebben? Want dat zijn eigenlijk de getallen die het meest interessant zijn. En die zijn relatief eenvoudig te berekenen. Dus ik zou willen verzoeken om die erbij te doen. Als je nou niks doet, wat kost het dan de gemeenschap? Wethouder? Ik kijk even naar de heer Larooy, maar als dat zo eenvoudig is als de heer Hof zegt, dan gaan we dat meenemen. Oké, dank u wel. Dan hebben we dit punt behandeld. Ik heb een paar toezeggingen gehoord van de wethouder. Subsidie ten gunste terug naar het project. Bij de Go-No-Go-behandeling komen ook de exploitatielasten duidelijk in beeld. En de overgrote meerderheid. De meter. De meter, ja oké, de meter heeft u ook toegezegd. De overgrote meerderheid van de commissie is vol lof over uw voorstel. Kies ook allemaal op alleen de VVD na voor scenario 3. Maar dat zult u denk ik dan ook verder uitwerken. En hopelijk dat de VVD dan daarmee met de behandeling in juni, want dan komt het terug in de raad, daar dan ook in mee kan gaan. Daarmee sluit ik dit agendapunt. Gaan we verder met agendapunt 5 van de agenda. Publieksdienstverlening burgerzaken. Behandelend collegelid de heer Noten. Voorbereidend besluit vormen. De heer Meijerink is inmiddels weer aangesloten in de vergadering. En ondersteuning komt van de heer Duitshoff. Tijdens de behandeling in de raadscommissie van oktober vorig jaar heeft de burgemeester toegezegd met kredietvoorstellen te komen voor het anders organiseren van de publieksdienstverlening op het gebied van burgerzaken. Dit voorstel bestaat uit 3 zogenaamde bouwblokken. Het college stelt voor om rijbewijzen en reisdocumenten te gaan bezorgen en de openingstijden in Dalsen aan te passen, maar om het servicepunt in Emereveld te sluiten. Er zijn technische vragen gesteld door D66. De beantwoording daarvan is op het RIS geplaatst. Ook is er aanvullende informatie geplaatst over bezoekersaantallen en kosten. Wederom behandeling in 2 ronden. Informatieve ronde waarin u vragen kunt stellen. Daarna een opinierende ronde. Wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Meneer Veldhuis, VVD. Dank u voorzitter. Ik heb eigenlijk 1 vraag. En dat is waarom is er eigenlijk gekeken
naar de sluiting van het servicepunt Lemelenveld en niet naar de beide servicepunten. Nu Leuzen, waarom is die er niet bij betrokken geweest? Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Wilstvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb drie kleine vragen. In eerste instantie, waarom is er eigenlijk niet geëxperimenteerd of gekeken naar andere openingstijden, met name in de avonduren? Want op bladzijde 2 van het stuk schrijft u dat deze uren toch het meest populair zijn. En dan heb ik twee financiële vragen. In eerste instantie, op een berekening op pagina 14 worden extra formatieuren niet meegenomen in de berekening. En u verklaart dat met een vorm van efficiëntiewinst, omdat er deels op afspraak wordt gewerkt. Diezelfde efficiëntiewinst wordt niet meegenomen in een soortgelijke berekening op bladzijde 15. Nou, dat lijkt misschien een technische vraag, maar ik zou toch wel benieuwd willen zijn welke redenering daar ook onder zit. En een tweede is, de laatste vraag is, als je de blokken even financieel optelt, dan kom je op iets van 26.000 euro uit. Maar de combi 1, 2 en 3 kost 42.000 euro. Dat lijkt in eerste instantie een beetje een gek verschil. Want als je per blok een bedrag vaststelt, dan zou je zeggen, nou, alle drie samen kosten dan de optelling van die drie. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Er valt nog in één keer 16.000 dubbele personeelskosten, wordt er in één keer opgeteld. En ik zou daar wel iets meer verklaring bij willen hebben, waar dat vandaan komt. Dank u wel, meneer Wilsvank. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Een drietal vragen van mijn fractie. Vraag 1 sluit aan bij de vragen die de heer Hogeboom heeft gesteld. Wat is de betrokkenheid van het cultuurhuis? Hoe zijn ze betrokken? En als ik de heer Hogeboom goed beluisterd heb, de vraag waarom niet meer? Wat de relatie is met het onderzoek wat we gaan voeren over de voorzieningen per kern. Dat hebben we volgens mij ook op de tijdlijn staan. Niet zo ver hier vandaan. En een wat misschien weer gewetensvraag. Bij welk aantal bezoekers is voor het college nu het wel openhouden of niet openhouden relevant? Want dit wordt nu ergens naartoe gerekend, daar kom ik al bijna mijn oordeel. Maar het is me niet duidelijk waar de grens ligt. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, bij de burgerpeiling stond in het stuk, daar scoren we bovengemiddeld heel goed in dit stuk ten opzichte van de andere genoemde gemeentes. Nou, dat vinden we zeer positief. En dat is zeer veel complimenten waard. Maar vindt het college dit nu niet lastig in een huidige participatiemaatschappij dat er allerlei scenario's worden bedacht om dit teniet te doen? En ja, ik weet vast dat u straks zegt, ja, dat heeft met het aantal bezoekers te maken. Maar een goede dienstverlening is toch ook belangrijk. En vooral bij de drie grootste kernen. Ja, meneer Wildvang die gaf het ook al aan, je kunt het nooit kostendekkend neerzetten, dus is het college met ons eens van, ja, dat je het eigenlijk nooit zo neer kunt zetten, en die uitslag gaf ook al aan, dat je het kostendekkend kunt krijgen. Dus ja, het is maar hoe je inzet, als je dus een goede PR als gemeente en ook boven gemiddeld wilt scoren, dan ja, lijkt me een goede keuze om het open te houden. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Twee vragen. Eén gaat over de inzet van een cultuurhuismedewerker, daar waar sprake zou moeten zijn van een dubbele bezetting. Is dat nu wel of niet een oplossing? Ik denk dat het een beetje aansluit bij de vraag van de heer Uitslag. En de tweede vraag gaat over communicatie en samenwerking. Is het bewust gekozen voor het niet aangaan van dat contact en die samenwerking, of is ons dit overkomen? Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Noten, mag ik u het woord geven? Fijn dat door de vragen uiteraard ik ook kan reageren op de inbreng van de heer Hogeboom, die ik eerlijk gezegd buitengewoon teleurstellend heb gevonden. Met als belangrijkste reden dat, ja, kijk, als je het ergens inhoudelijk niet mee eens bent, en ik vermoed dat de heer Raamaker, ik vermoed het, misschien kan ik u nog overtuigen, het misschien ook niet eens is met het raadsvoorstel. Dat wil nog niet zeggen dat je dan een irritante procedure hebt gevolgd. Daar is geen sprake van. Ten eerste is de brief beantwoord per mail. En wij zullen u ook die mail doen toekomen die we
aan het bestuur hebben gestuurd om de brief te beantwoorden. Ik vind het dus echt heel, heel irritant dat de heer Hogeboom zegt dat dat niet zo is. Ten tweede hebben we zeer veel pogingen gedaan om in gesprek te komen met het cultuurhuis. U moet aan 6 à 7 pogingen denken per mail om een contactafspraak te maken. Dat is uiteindelijk gelukt. Vanuit onze kant, met heel veel moeite. En dat gesprek heeft plaatsgevonden. En als de heer Hogeboom zegt dat dat gesprek niet geleid heeft tot de situatie die hij graag zou willen, dan klopt dat. Maar dat wil niet zeggen dat het een slecht gesprek is geweest. Het is, ik bedoel, ik heb eerlijk gezegd alle vertrouwen in mijn ambtenaar die zegt, ik heb een goed gesprek gevoerd. En ook geprobeerd om aan te geven waar de mogelijkheden en onmogelijkheden zaten. Dus ik herken me, en ik wil het ook echt gezegd hebben, volstrekt niet in het beeld van de heer Hogeboom, behalve als ik door mijn ambtenaren verkeerd ben geïnformeerd. Maar daar ga ik voorlopig niet van uit. Dus dat als eerste punt. En nogmaals, het antwoord op de brief, zoals dat per mail is verstuurd, zullen we u doen toekomen. Dus dat is het eerste. Het tweede punt. De heer Hogeboom wijst terecht, denk ik, naar een aantal toezeggingen die ik heb gedaan in de Raad. Die hadden te maken met een onderzoek naar kosten, maar die hadden ook te maken met een onderzoek naar mogelijkheden. En dat onderzoek naar mogelijkheden heeft wel degelijk plaatsgevonden. U kunt zich misschien ook herinneren dat ik toen in de Raad heb gezegd, ik wil niet meer contra legem, ik wil niet meer tegen de wet bezig zijn met identiteitspapieren in Leemlerveld. In deze tijd is me dat te gevaarlijk. U weet hoe risicovol dat is. En dat betekent dat als we doorgaan met een formeel servicepunt in Leemlerveld, volgens mij heb ik dat echt heel helder hier geformuleerd, is voor mij de voorwaarde dat we dat op een ordentelijke manier doen. Dus niet zoemelen, zoals nu, maar netjes. En dat betekent een extra investering. Ik heb ook gezegd, ik wil totdat de Raad er een uitspraak over doet, ook de zaak nog wel gedogen. Maar dan moeten we wel een keer tot de conclusie komen, gaan we daar investeren, ja of nee. Dat onderzoek naar die noodzakelijke investeringen, ja, dat is gewoon hier binnen gebeurd. Daarvoor hoeven we niet naar Leemlerveld. De vraag is namelijk, kun je dat bijvoorbeeld door een vrijwilliger laten doen? Is dat een mogelijkheid? Antwoord luidt, nee, dat is geen mogelijkheid. Het gaat hier om een ambtenaar die gewoon keurig zijn eed moet afleggen. En anders mag je gewoon niet met je vingers aan identiteitspapieren komen. Zo simpel is het. En u kunt zich ook voorstellen, het is misschien een beetje ouderwets, maar u kunt zich ook voorstellen dat het met 2 ogen principes te maken heeft. En dat zijn gewoon, dat is wetgeving. Dat is gewoon echt wetgeving. Dus dat is iets anders. Ja, een beetje vergelijkend met een boa die bekeuringen geeft over de hondenpoep. Ja, die moet toch gewoon, dat is toch gewoon een buitengewone opsporingsambtenaar. En die moet toch gewoon echt zijn diploma's halen. Voorzitter, mag ik even verduidelijken een vraag stellen? Het gaat toch ook over dat 4 ogen principe of in ieder geval dubbele bezetting. Ja. Heeft dat uitsluitend betrekking op die waardedocumenten? Ik kom daar dadelijk op terug. Oké. Ik kom daar dadelijk op terug. Maar dit is het eerste punt. En dat onderzoek heeft hier binnen plaatsgevonden. Dat geldt ook voor de aanpassingen, denk aan het installeren van een kluis en dat soort zaken. Dat is inderdaad, ja, dat is niet samen met de heer Hogeboom gebeurd. Dat moet ik toegeven, maar ik zie ook niet direct wat de toegevoegde waarde van het cultuurhuis hierin zou kunnen zijn. Dus de conclusie naar aanleiding van onze desk research, laat ik het dan zo noemen, was, het is geen werk voor vrijwilligers. Dat zit er gewoon niet in, dat kan niet. Dus dat is het, dat is de eerste reactie daarop. Tweede punt, we hebben wel degelijk gekeken, maar dat hebben we denk ik niet goed in onze notities geschreven. Maar we hebben wel degelijk gekeken naar de vraag of het mogelijk zou zijn om andere soortige gemeentelijke informatie te verschaffen in Leemlerveld. En in feite is dat een antwoord op uw vraag. En we hebben in onze begroting opgenomen, en nogmaals, ik vind dat niet goed in de notitie staat, want het staat eigenlijk alleen maar in de cijfers versleuteld. Dus het staat eigenlijk niet in de notitie. Maar we hebben in onze begroting in ieder geval opgenomen, in de basisplannen, dat in Leemlerveld wel 4 uur per maand een loket open is waar gemeentelijke informatie kan worden gekregen. Dus mensen die vragen hebben over de gemeente, over paspoorten, kunnen daar gewoon dan 2 keer per maand 2 uur... of 4 keer 1 uur, of 1 keer 4 uur, whatever, dan moeten we kijken hoe we dat doen, zouden daar terecht kunnen. Maar dan hoef ik dus die investeringen niet te doen in die kluizen. En ik heb ook niet die 2 medewerkers nodig, kan ik gewoon met 1. Dat was een poging voor ons, in ieder geval, om een soort toegankelijkheid in Leemlerveld overeind te houden. Maar nogmaals, excuus voor het feit dat dat niet al te best in de notitie staat. En niet al te best is een
omvloers de formulering voor helemaal niet. Een paar gewetensvragen zijn gesteld door de heer Veldhuis in feite, maar ook door de heer Uitslag, die op een bepaald moment zegt, wat is het criterium? De heer Veldhuis vraagt, heeft u niet overwogen om nu leuzen te sluiten? Dat is in feite diezelfde vraag, denk ik, als de heer Uitslag stelt, op het moment dat hij zegt, ja, met hoeveel bezoekers per uur ga je dan nog wel of niet open blijven? Wij hebben die gewetensvraag niet beantwoord. Laat ik dat gewoon heel eerlijk zeggen. We hebben dat scherpe criterium niet. Maar ik heb wel een soort politieke gut feeling. En die komt er eigenlijk op neer dat als u aan mij nu zou vragen om te investeren in de leefbaarheid van Lemelenveld. En ik zou van u 15.000 euro eenmalig krijgen en 15.000 euro structureel. En de opgave zou zijn investeer in de leefbaarheid van Lemelenveld. Dan zou ik niet met het voorstel komen om dat loket 2 uur per week open te laten. Dat zou ik dan echt zonde geld vinden. Dan denk ik, stel een feestcommissie in die gewoon zorgt dat er op dat plein wat gebeurt. Dat is volgens mij de manier om Lemelenveld leefbaar te houden. Dat is ook wat ik iedere keer bedoeld heb. Het is mij geen principezaak, maar uiteindelijk moet je wel ook bestuurlijk de afweging maken. Als het gaat om voorzieningen in de kern, als het gaat om leefbaarheid van Lemelenveld, wat mij echt een heel wat waard is. Dan is de vraag of het openhouden van een gemeentelijk loket, wat nagenoeg niet bezorgd wordt en steeds minder bezorgd wordt, dat laten de cijfers echt duidelijk zien, of dat de manier is. Volgens mij is dat echt investeren, hoe raar dat ook klinkt, in een sterfhuisje. In een klein sterfhuisje. Dus ik vind het zonde geld. Dat is het punt wat ik wil maken, waarbij ik onmiddellijk toegeef aan de heer Veldhuis en aan de heer Uitslag, dat ik het scherpe criterium niet heb. Dat heb ik niet. Maar als ik gewoon kijk naar de bedragen, dan zou ik wel wat beters weten. Dat is mijn hele punt. Dat is niet demagogisch bedoeld, komt wel zo over, realiseer me nu. Dan, ja, meneer Raamaker, is het lastig, ja of nee? Kostendekkend krijgen we het sowieso niet. Heeft u volkomen gelijk in. Dat kan nooit het argument zijn. En dat is ook wat mij betreft niet het argument. Het argument blijft voor ons toch dat het voldoet aan steeds minder behoeften en dat het relatief steeds meer kosten met zich meebrengt. Dus, ik ben er heilig van overtuigd dat het aantal bezoeken in de komende jaren alleen maar zal afnemen, zal niet meer toenemen. Het is, en de digitale invulling zal alleen maar toenemen, zal niet meer afnemen. Ik ben daarvan overtuigd. Dus je investeert hier in iets wat, denk ik, maatschappelijk nog maar heel weinig toegevoegde waarde heeft. Ik heb in de vorige discussie al een paar keer gezegd, en dat herhaal ik nu weer, de afweging, ik geloof dat ik die strikt formeel zelf zou mogen maken, maar dat ga ik echt niet doen. Ik begrijp heel goed dat dit voor u ook een politieke afweging is. En die mag u voor mij ook maken en ik voer hem ook misschien met enige tegenzin, maar liefdevol uit, laten we het zo zeggen, als die anders uitpakt. Maar ik vond wel dat ik dat punt van de vraag, geven we hier nu straks het geld uit aan dingen die nog op langere termijn betekenis hebben? Ik moest die hier op tafel hebben, vind ik. Ik zou, als u een motie zou aannemen, doe dat. Het voorstel van het college en gebruik het geld wat je overhoudt voor een feestcommissie plein Lemelenveld. Daar zou u mij gelukkig maken. Dan doen we wat. Maar hier doen we niks mee. Dat vind ik echt. Voorzitter, de vragen met betrekking tot de onnavolgbare kostenberekeningen, die leg ik graag, als u dat goed vindt, bij mijn ambtelijke ondersteuning neer. Dank u wel, meneer Noten. Meneer Duitshoff. Dank u wel, voorzitter. Meneer Wildvank, u vroeg waarom dat verschil opeens wat extra groot werd. Nou, dus eigenlijk is dat, u gaf zelf het antwoord al een beetje, van op het moment dat we servicepunt in Lemelenveld niet meer hoeven te bemensen, kunnen we die uren kunnen we in Dalfsen inzetten. Kunnen we daar dus ook het goede laten komen van de formatie die we daar nodig hebben. Hebben we dat niet nodig en moeten wij Lemelenveld bezetten, kunnen we en de formatie in Dalfsen niet meenemen en hebben we de formatie in Lemelenveld dubbel nodig. Dus in plaats van dat we dan alleen de uren Lemelenveld hoeft te bemensen, moeten daar mensen bij komen. En de uren die ik anders in zou zetten in Dalfsen heb ik niet, dus moet ik daar ook uren voor hebben. En daar zit het verschil in. Mag ik daar een vraag over stellen, een verdere verduidelijkende vraag? Ja, meneer Wilson. Want
wat u dan eigenlijk doet is dat u de netto kosten van Dalfsen daarmee niet in beeld brengt. U verrekent op voorhand al de winst, tussen quotejes, in Lemelenveld, waardoor zeg maar, bepaalde kosten even buiten beeld blijven. Pas op het moment dat de combi ontstaat, dan moet u ze, althans dat was uw beleving hier, in beeld brengen. Maar in feite zijn die kosten natuurlijk ook al alleen bij de openstelling, of de verruiming van de openstelling in Dalfsen. Alleen die brengt u niet in beeld, omdat u zegt, ja, die verdien ik weer in bij Lemelenveld. Daarmee is Lemelenveld de financier van de verruiming van de openstelling in Dalfsen. Dat klopt dan. Correct. U bent verder klaar met de beantwoording? Nee, het is correct wat meneer Wildvang zegt. Akkoord. Voorzitter, mag ik toch reageren op wat de burgemeester in antwoord geeft op het aantal bezoekers? Hè? Ja, hebben we niet bekeken. Prima. Maar eigenlijk doet hij een tegenvoorstel. Hè? Doe ons dan het geld, want dan kunnen we daarmee de leefbaarheid veel beter faciliteren. En dan ben ik dan toch wel wat ondeugend of vasthoudend. Ik leg de vraag bij u terug. En hoe geldt het dan voor Nieuw-Leuzen? Want ja, dan geldt. Het is een zelfvraag. U stelt ons voor. Wij weten op een hele goede manier de leefbaarheid in Leuzen of Lemmerveld te verbeteren met een kleiner bedrag. Voor Nieuw-Leuzen gaat het een veel groter bedrag. Maar daar hanteert u het argument niet. Burgemeester? Ja, puur hoe moet je dat zeggen? Intellectueel heeft de heer Uitslaan me natuurlijk bij het been. Want ik heb geen hard criterium. Dat heb ik ook niet. Ik kan op dit moment nog zeggen dat er veel meer bezoekers zijn in Nieuw-Leuzen. En dat daarmee ook de kosten per bezoeker beduidend lager zijn. Dat kan ik zeggen. Maar waar nu precies de grens ligt, weet ik niet. Als u aan mij vraagt, maar dat is. Dat deed u niet, maar ik doe nu net alsof u mij vraagt hoeveel toekomst ik nog zie in het servicepunt in Nieuw-Leuzen. Dan is dat ook niet veel. Dan moet ik u heel eerlijk bekennen dat ik ook verwacht dat we over een jaar of 3, 4 of 5 dezelfde discussie met betrekking tot Nieuw-Leuzen hier gaan voeren. Ik wil u er ook op wijzen dat in alle buurgemeenten er nog maar sprake is van één servicepunt. Dat geldt voor Raalte, dat geldt voor Steenwijkerland, dat geldt voor Zwolle. En in Zwolle praten we over een gemeente die natuurlijk qua oppervlakte wel wat kleiner is nog dan de onze. Wat ik altijd vreugdevol de heer Meijer wil graag laten weten. Maar die qua aantal inwoners natuurlijk veel, veel groter is. Dus je ziet overal dat het aantal servicepunten afneemt. Je ziet al gemeentes zonder servicepunt, waar alles mobiel gebeurt. Ik geloof dat de Hollandse Kroon een voorbeeld is. Dus als je aan mij vraagt langere termijn, dan zie ik ook voor Nieuw-Leuzen geen perspectief. Maar ook daar is het aan u om te vragen wanneer het moment is aangebroken. Dus voorzitter, ik kan geen echt antwoord geven langs precieze lijntjes. Maar ik kan de heer Uitslag wel laten weten dat ik ook voor Nieuw-Leuzen denk dat op termijn het openhouden van een gemeentelijk loket de mensen niet zo gek veel levensvreugde zal verschaffen. Dank u wel voor de beantwoording. Kijk nog even voor de informerende ronde. Zijn alle vragen beantwoord? Ja, ik zie geen lampjes branden. Dan wil ik graag overgaan naar de opinierende ronde. En wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. Voorzitter, een aantal opmerkingen over dit stuk. In ieder geval hartelijk dank dat we als raad of raadscommissie hierover mogen meedenken en meespreken. Er zijn een aantal scenario's geschetst waaruit je zou kunnen kiezen en je kunt wat combineren. Ik moet zeggen dat het nog niet eens zo eenvoudig was om al die mixen uit elkaar te houden. Dus ik weet ook niet precies waar we uiteindelijk op welke mix we nou uitkomen, maar het is een iets afwijkende mix van wat u hebt voorgesteld, denk ik. Allereerst dan maar dit huis, verruiming van gemeentehuis, openingstijden. Daar is behoefte aan, prima. Laten we dan ook ingaan op blijkbaar de behoefte in verruimde openstellingen of in de avond. Bijvoorbeeld op de donderdag of vrijdagavond nog een extra openstelling.
Nieuw Leuzen stelt u denk ik in alle voorstellen voor om daar niets te veranderen als zodanig. Dus te laten zoals het is. En we hebben kennis genomen van wat u daarover gezegd hebt. Het aspect mogelijkheden om te werken op afspraak, dat lijkt ons zeer relevant. Wij zouden zeggen doen, maar dan ook voor alle punten. En wat ons betreft voor Lemelenveld verplicht. Ook geen andere optie. En dat verraadt al een beetje welke kant we dan op willen. We zouden namelijk ook Lemelenveld de pilot willen geven voor de bezorging van waardevolle documenten. Ook in het kader van de veiligheid zoals u dat hebt aangegeven. Dat betekent wat ons betreft ook dat totdat we de discussie over het integraal beeld en de behandeling van die lokale voorzieningen gevoerd hebben, dat er nog geen sluiting plaats hoeft te vinden. En u gaf dat zelf net al aan, van daar kan best nog wel dat servicepunt, dat informatiepunt even blijven. Zonder zware investeringen, want er hoeft geen dubbele bezetting, daar hoef je niet bouwkundig in te grijpen. Informatievoorziening zal uiteraard wel op orde moeten zijn, ook qua beveiliging. Dan hoeft dus blijkbaar de extra inzet van de cultuurhuismedewerker ook niet plaats te vinden. Nou, dan dat opgeteld, ik weet niet welk scenario dat dan uitkomt, zit wel heel dicht bij 2 en 3, heb ik gemerkt. Maar dus vooralsnog zouden wij willen pleiten om tot die integrale afweging een service-informatiepunt in Lemelenveld nog te behouden. En daar de integrale afweging dan te zijner tijd ook te maken. Wat betreft digitalisering, vooral doorzetten. En tegelijk blijvende oplossingen bieden voor minder digitaal vaardige inwoners. Die er ook zeker zullen zijn en blijven. Ook in de toekomst. Communicatie en participatie in dit soort trajecten. Blijkbaar niet eenvoudig, maar wel belangrijk. Dat is dan een oproep die we ook doen voor het vervolg. Dus ik weet niet precies op welke mix we nou zijn uitgekomen. Maar ik denk dat ik ergens een klein amendement behelst. Met name de voorlopige openstelling van Lemelenveld. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Kijk even verder rond. Meneer Raamaker. Ja, voorzitter, ik wil het college bedanken voor de beantwoording. En wij twijfelen ook niet aan de ambtelijke ondersteuning. Dus wat dat betreft, dank voor de informatie. Gemeentebelangen geeft elke keer aan dichtbij burgers en gastvrij ontvangen. Dus dat willen we graag in stand houden in onze drie locaties. En iets wat dicht gaat, gaat niet meer open. Dus wij willen graag toch voor het bouwblok ingaan, houden zoals het nu is. En leerbaarheid en kort bij de burger. En dat willen we ook graag in stand houden, ook in Lemelenveld. Dank u wel, meneer Raamaker. Kijk even aan meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Een paar opmerkingen dan. Die richten zich voornamelijk op dat onderdeel sluiting servicepunt Lemelenveld. Maar om te beginnen zou ik willen zeggen dat ik het direct met de heer Noten eens ben dat we vooral moeten investeren in dat plein. Dat vond ik een goed voorstel. En misschien ook wel een feestje erbij. Daar ben ik ook helemaal mee eens. Alleen de vraag aan de raad was nu van wat doen we met publieke dienstverlening. Dus daar gaat mijn verdere betoog dan nu over. Maar ik was het er wel mee eens. Er lijkt sprake te zijn van een zekere tegenstrijdigheid in de argumentatie. Want enerzijds wordt geconcludeerd dat het servicepunt Lemelenveld gesloten moet worden in verband met verdere digitalisering. En anderzijds wordt voorgesteld de openingstijden in Dalfsen te verruimen. Meneer Hogeboom zei er net ook iets over. Je zou je kunnen afvragen, zijn ze in Lemelenveld dan zoveel meer gedigitaliseerd? U heeft een suggestie met betrekking tot de andere openingsuren, ten einde de inwoners in de gelegenheid te stellen het servicepunt te bezoeken, wat laten liggen is onze conclusie. Er is gewoon standaard uitgegaan van de al eerder voorgestelde standaard openingstijden. En in een tijd waarin veel taken op het gebied van werk, inkomen, zorg, wonen, welzijn van rijk naar gemeente is overgeheveld, is het wel belangrijk dat de gemeentelijke overheid ook dichtbij is, fysiek dichtbij is. En een kille bezuiniging op de dienstverlening past wat ons betreft dan niet zo goed. De sluiting van het servicepunt Lemelenveld betekent opnieuw een aderlating in de basisvoorzieningen in dat opzicht toch al niet al te rijk bedeelde dorp. Het vervallen van de openbaar vervoervoorzieningen, regiotaxi, en onlangs hebben we onlangs gezien, en er komt er nog één.
Daar komt mogelijk nog bij het sluiten van de consultatiebureau, nu dus het servicepunt. Als lokale overheid zouden we daar toch het voorbeeld moeten kunnen, durven geven om niet tot sluiting over te gaan, ook al kost dat mogelijk wat geld. Dus ons voorstel zou wel degelijk zijn om de combi 1, 2, 3 in stand te houden. Mogelijk dat daar wat aanpassingen moeten komen in Lemelenveld wat betreft het aantal uren, maar toch om daar op zijn minst een servicepunt open te houden. Ik hoor straks vast nog wel iets van een reactie. En mocht dat nodig zijn, zijn we ook graag bereid om daar iets van een amendement op in te dienen. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Uitslag, CDA. Dank u, voorzitter. We hebben een stuk gelezen en het kwam voor ons over als een redenering, een onderbouwing van de sluiting van de post Lemelenveld. Alhoewel ik vanavond ook weer begrepen heb van de burgemeester dat het wel degelijk een informatiepunt open blijft in Lemelenveld. Dus we praten hier nu weer langs elkaar heen, zullen we zeggen. Dus wat mij betreft, en ik geef gelijk maar even de conclusie voor ons weer weg. Wij zijn er nog niet aan toe om een keuze te maken. Zeker gezien het feit dat we nog informatie moeten krijgen. Zeker gezien dit is een nieuwe informatie. Dus het onvolledig stuk wat we aan informatie hebben gekregen. Vraagt ons gewoon nog iets meer voorbereidingstijd. Want voorzitter, volgens ons zou het moeten gaan om het nieuw dienstverleningsconcept. En dat doe je door terug te kijken en wat bevalt. Waar gaat er naartoe? Wat zijn de trends om ons heen? Mensen zijn gewend om via DigiD dingen aan te vragen. Nou, dat kan. Straks rijbewijs in 2018 gaan we ook weer experimenteren, heb ik begrepen. Dan hebben ze een informatiepunt helemaal niet meer nodig, want dan kun je inderdaad het gewoon allemaal thuis doen. Dan kunnen ze thuis bezorgd kunnen krijgen. Dus waar past dit voorstel in dat bredere, grote plaatje? En eigenlijk, voorzitter, missen we dat volledig. Het is nu een financieel of een bezuinigingsoperatie. Het is een capaciteitsprobleem, maar het past niet in het plaatje van het dienstverleningsconcept. En daar zouden we naartoe willen. Het voorstel heet ook nota bene zo. Dus wat ons betreft de omgekeerde volgorde. Verder vinden we het toch vreemd dat voor een voorziening, een gemeentelijke voorziening, de kosten per inwoner wordt berekend. Ik vraag me af of we dat bij andere voorzieningen ook doen. En zo ja, wat zou het gemeentehuis wel niet kosten in Dalfsen? Het gemeentelijk servicepunt in Dalfsen kon als veel duurder zijn. Als we alles meenemen. Het is misschien wel een rekenkundig antwoord op een vraagstuk wat niet rekenkundig te beantwoorden is. Ik kom weer terug. Dienstverleningsconcept, daar gaat het om. En wat ons betreft, ChristenUnie zei het geloof ik ook, dat geldt dan ook voor alle kernen. We gaan in Lemmerveld, als we daar een innovatief dienstverleningsconcept zouden willen neerzetten, dan vraag ik mij af, waarom niet hier in Dalfsen, waar het ook storm loopt op de avond, waarom niet alleen van Nieuw-Leuzen. En daarbij, als oog viel op de kanttekening, waar staat dat digitalisering wel eens kon leiden tot minder klantcontacten. Ja, maar we hebben toch niet de illusie hier in Dalfsen dat wij door het loket open te houden voor een paspoort wat je één keer in de 10 jaar ophaalt, het klantcontact minder intensiveert, of daarmee, dat wij daarmee de digitalisering kunnen stoppen. Ik denk dat wij denken dat het echt een trend is, mondiaal, waar je in mee moet gaan, waar je antwoorden moet formuleren. En niet zo eigenwijs moet zijn dat we denken, nou, daar draaien wij wel even om. Dat straalt dan even tijd uit. Voorzitter, dat gezegd hebbende, wij zijn dus nog niet toe aan een oordeel. Wij wachten hem graag de informatie af over de mailwisseling met Lemelenveld, met Cultuurhuis. En verder willen we toch van het hart dat het Cultuurhuis in de vorm, in de aanwezigheid in een kern, voor ons, in onze beleving, een belangrijke vooruitgeschoven post is voor de gemeente. De oren en de ogen die wij hier als gemeente kunnen zijn. En daarmee als een belangrijke partner, in welke vorm dan ook, of dat het met een servicepunt moet of een informatiepunt enzovoort. Het Cultuurhuis aan zich, daar hechten wij enorm aan. Dus ook daarmee de vraag die ik in de eerste fase heb gesteld. Hoe past dit plaatje in het voorzieningniveau? Dus wat ons betreft daar het antwoord op. Voorzitter, zover mijn inbreng. En ons oordeel volgt dus later. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer De Graaf, D66. Dank u wel, voorzitter.
In de aanvullende informatie bij dit agendapunt wordt opgemerkt dat het in de kern van de discussie niet gaat over het wel of niet openhouden van een fysiek servicepunt in Lemelenveld, ofschoon de inbreng van de andere collega's daar wel sterk op is gericht, maar het gaat over het behoud van de service op zich. En vanuit dat standpunt hebben wij naar het raadsvoorstel gekeken en daar is het ons ook om te doen. Als op grond van de wet en regelgeving, maar ook omdat we nu eenmaal in een ander tijdsgewricht leven als het om servicediensten gaat, denk aan het beleid van de banken, dan staan wij open voor een verstandige, nieuwe en betere afwegingen. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt overduidelijk dat de voorgestelde nieuwe dienstverlening ertoe leidt dat het serviceniveau tenminste gelijk of beter wordt. Het servicepunt in Lemelenveld wordt in het raadsvoorstel omgebouwd naar een service op maat, dat recht doet aan de categorie inwoners die nu gebruik maken van het servicepunt. En hierdoor wordt het mogelijk om onder andere op afspraak en op de gewenste tijden en op andere locaties de service te bieden die anders alleen op één locatie beschikbaar was. Onder deze voorwaarden stemmen wij dan ook graag in met het raadsvoorstel. Dank u wel. Wat het raadsvoorstel betreft, welk scenario, welk blok? Sorry, scenario 2 en 3. Maar sluit ik aan bij de inbreng van de ChristenUnie, die daar een kleine nuance heeft in aangebracht, die ons zeker aanspreekt. Ja. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, het mag duidelijk zijn, wij zijn voor groot voorstander van een gemeente die efficiënt haar middelen inzet en waarbij een goede dienstverlening naar de burger bovenaan staat. Dat staat voorop. In voorliggend voorstel zien we dat ook goed terugkomen. Jammer alleen daarin is wel dat u voornamelijk kijkt naar het servicepunt Lemelenveld. Althans, dat is de indruk die wordt gewekt. Wij vragen ons dan ook af of dit niet breder getrokken kan worden. Dus ook kijken naar het hele dienstverleningsconcept. Heeft u bijvoorbeeld gekeken of daar ook mogelijkheden zijn ten aanzien van werken volgens afspraak of het bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen in de rest van de gemeente Dalfsen? Mogelijk zijn ook hier voordelen te behalen. Nou, we snappen dat dat nu op dit moment niet voor ligt, maar dat vinden we wel een belangrijke toevoeging. Voor ons zijn een aantal uitgangspunten ook van belang. Openingstijden en werken volgens afspraak. Hier zijn wij groot voorstander van en we denken ook dat hier veel efficiëntie mee te behalen valt. Het verruimen van de openingstijden van het gemeentehuis zijn we ook voor om de mensen die hier komen goed te woord te kunnen staan. Het promoten van het ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen op het gemeentehuis of op te halen via, of weg te brengen zeg maar, via de brengservice. Dat lijkt ons ook een hele goede zaak om in de rest van Dalfsen, zou dat ook een mogelijkheid kunnen zijn. Als we vervolgens kijken naar de ICT-vragen. Aanvragen en uitgifte van reisdocumenten, dat gaat nu niet digitaal en dat zal in de toekomst ook niet gebeuren. Dit moet gewoon persoonlijk. Dus dat zal ook op afspraak alleen maar kunnen. De afspraak maken, dat zien we wel in de omgeving. Als we bijvoorbeeld naar andere gemeentes kijken, dat kan wel digitaal. Nou, nogmaals roepen we het college op om de inzet niet te beperken tot alleen het servicepunt, maar tot het hele concept dienstverlening. Mogelijk is hier veel meer efficiëntie te bereiken, ook op de personele inzet. Voor nu stemmen we in met het raadsvoorstel en het door de college voorgestelde blokken 2 en 3. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Noten, een heel verdeelde raad. Kunt u al conclusies trekken? Dat het een heel boeiend onderwerp is, voorzitter. Ik kan er natuurlijk geen conclusies trekken, omdat ik ook nog gewoon even goed moet nadenken over een aantal dingen die gezegd zijn. De opmerkingen van de heer Uitslag, die neem ik me te harte. We hebben wel geprobeerd om vanuit een nieuw concept dienstverlening te redeneren. Dus we hopen dat we daar niet alleen maar, bedoel, dat we bij de titel van het stuk daar ook nog mee door zijn gegaan. Maar dat kan zijn dat dat onvoldoende tot uitdrukking is gekomen. Ik heb juist ook in mijn betoog aangegeven, denk ik, meerdere malen, dat ik er juist van overtuigd ben.
dat die ontwikkeling waar we het over praten, dat die doorzet. Er is geen, ik zou mezelf niet als naïef willen bestempelen, want ik ben ervan overtuigd dat ideeën om klantcontacten, burgercontacten, laat ik het zo te formuleren, langs lijnen van klantcontacten vorm te blijven geven, dat is niet eens naïef, dat is ronduit onnozel. Ten eerste denk ik dat niet de manier is waarop je als gemeente een relatie met burgers opbouwt. Dat doe je niet aan de hand van paspoorten. Dat hebben we denk ik nooit echt gedaan, voor degene die dat misschien denkt. Maar die mogelijkheden nemen alleen maar af. Volgend jaar worden de rijbewijzen al digitaal aangevraagd en de paspoorten zullen volgen. Daar is geen twijfel over. Ik ben wel getriggerd door de opmerkingen die gemaakt zijn door de heer Nijkamp. Omdat die aan de ene kant wel hetzelfde vertrekpunt nemen als wij, tenminste denken dat we gedaan hebben in onze notitie. Namelijk de onvermijdelijkheid van de verandering. Maar dat hij nog wat, dat hij ook zegt, pak dat ook door. Doe dan eerst een experiment, maar heb dan ook de ambitie dat je dat in je hele gemeente wilt gaan doen. Dat spreekt me aan. Dat zou kunnen betekenen dat wat wij versluierd in onze notitie hadden staan, bijvoorbeeld 4 uur openingstijden per maand, 2x2 als informatiepunt. Als je dat verbindt met afspraken maken, dus alleen maar informatie op afspraak, en gelijktijdig verbindt met bezorging van documenten, dan ontstaat er een kleine variatie, denk ik, op het scenario wat wij hebben liggen. En dan zou dat in de beleving van de mensen in Limburgveld toch heel anders kunnen uitpakken. Dus daar wil ik nog graag even naar kijken, voorzitter, of ik met de ideeën van de heer Nijkamp iets kan doen waarmee ik de heer Uitslag enigszins nader. Ik weet niet of dat lukt, maar ik wil het gewoon even proberen als u het goed vindt. En dan gaan we dat in de loop van deze week op papier zetten en dan komen we daar zo snel mogelijk op terug bij de raad, wat mij betreft voor donderdag. Bij de leden van de raad en wat mij betreft voor donderdag, zodat u dat bij uw afwegingen in de fractievergaderingen mee kunt nemen. Dat wilde ik nog even gezegd hebben naar aanleiding van uw inbreng in tweede ronde. Dank u, meneer Noten, voor uw toelichting. En met deze toelichting van u kan ik concluderen dat we dit punt als bespreekstuk na de raadsvergadering van 27 februari gaan doen. Daarmee is agenda punt 5. Oké, dames en heren. Gaan we weer beginnen met punt 6 van de agenda. Actualisatie, notitie, inbreidingslocaties. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola. Voorbereidend, besluitvormend. In 2009 heeft een vertegenwoordiging van de raad deelgenomen aan het opstellen van een notitie over hoe omgegaan moet worden met inbreidingslocaties. In het raadsdocument voor deze raadsperiode is afgesproken om de notitie te actualiseren. Het college heeft deze actualisatieslag uitgevoerd. Tekst die wordt toegevoegd is geel geasseerd. Tekst die vervalt is groen geasseerd. Behandeling in 2 ronden, informatieve ronden, opinierende ronde en wie mag ik in de informerende ronde als eerste het woord geven? Ik vergeet even te vermelden dat de heer Vruchtenveen ondersteunend ambtenaar is. En het woord. Yes, dank u wel, voorzitter. We lezen in de aangepaste notitie een nieuwe werkwijze over het betrekken van de omwonenden. Als we het goed lezen, nodigt de initiatiefnemer de buren uit voor een bijeenkomst en bepaalt de gemeente wie er uitgenodigd worden. 2 vragen hierbij. Begrijp ik goed dat zo'n bijeenkomst een standaardvoorwaarde is? En 2e vraag, hoe wordt bepaald welke bewoners belanghebbenden zijn? Dank u wel, meneer Kouwen. Ik kijk even verder rond. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. We hebben 2 vragen. De eerste gaat over het criterium van het verbeteren van de stedenbouwkundige structuur van de woonomgeving. Dat is een van de criteria. Dat is niet zo'n eenvoudig te hanteren criteria, is in het verleden gebleken. Kan dat ook nog nader geduid worden van wat dan verbetering is?
is daar wat meer zicht op te geven. Het tweede punt is, er staat ergens een toevoeging dat bij invulling van een inbreidingslocatie er gasloos gebouwd moet worden. Wij veronderstellen, maar we krijgen dat graag bevestigd, dat het dan alleen over de betreffende nieuwbouw gaat in zo'n inbreidingslocatie. Ja, dat is niet vanzelfsprekend. Dus vandaar dat we het nog maar even vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Jutten, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Een beetje aansluiten op wat meneer Kouwer zegt. Het zal wel altijd maatwerk blijven, maar er zal ergens een grens moeten liggen aan een cirkel van, ik noem maar een cirkel, van belanghebbenden. Is er een soort schaalgrootte te bepalen wie er minimaal uitgenodigd zou moeten worden? Dus bij het inpassen van een 201 kapwoning ergens ertussen is de kring toch veel kleiner dan bijvoorbeeld als de locatie van een kleine veer ingericht zou moeten worden. Hoe ziet u dat? Dank u wel, meneer Jutten. Ik kijk even aan mijn rechterhand. Geen vragen. Wethouder, mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter. Beginnende bij de vragen die de heer Kouwen heeft gesteld. Betrekkende van omwonenden, is dat straks standaard? Ja, dat is standaard. En met name bepaling wie de belanghebbenden zijn, dat hangt af van iedere afzonderlijke situatie. Want het is geen situatie gelijk, maar wat dat betreft, wij vinden het belangrijk dat die direct omwonenden die het aangaat, die met name daar zicht op hebben of heel nauw bij betrokken zijn, dat die worden uitgenodigd. Dan ChristenUnie. Gasloos bouwen, ja, bij nieuwbouw. Wij vinden dat als gemeente, we hebben de nieuwbouwlocaties, zijn ook allemaal gasloos. Wat er op een inbrengslocatie nieuwbouw gepleegd, zijn wij van mening, dat leggen wij u nu voor, dat het ook gasloos moet zijn. Zou moeten zijn. Dan ook de vraag van de heer Jutten, vergelijkbaar met het CDA. Ja, wie ga je betrekken? Is afhankelijk van de situatie. Dus daarin ook maatwerk plegen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Agricola. Kijk even rond. Meneer Nijkamp. Ik had twee vragen gesteld, voorzitter. Eén is beantwoord. Die tweede vraag, die betreft de verbetering van de stedenbouwkundige structuur van de woonomgeving. Dat is een van de criteria. Kan die wat nader geduid worden? Omdat verbetering wel een heel algemeen begrip is. En daar in het verleden nog wel wat discussie over is geweest, zoals ook het college zelf aangeeft. Kunt u dat wat nader duiden? Meneer Griekelein. Nou, wat dat betreft, wij hebben zeer zeker lering getrokken uit de twee voorbeelden die hier ook genoemd zijn. En de criteria, met name voor de verbetering, is met name willen we die ook halen uit de input die we krijgen van de omwonenden. Zoals u ook hebben gelezen in het stuk van, is waar we in ieder geval aan willen toetsen. En met name wat de wensen daarin zijn. Misschien kan verder de heer Vugterveen, die naast me zit, daar nog een verdere toelichting op geven. Nou, wethouder heeft net al... Sorry. Wethouder heeft net al even aangegeven dat in principe is elke situatie anders. Dus echt harde criteria zijn gewoon niet op papier te zetten. En afhankelijk van de situatie en wat al aanwezig is in de omgeving, zijn dat de criteria die op dat moment worden gehanteerd. Dank u wel voor de verdere uitleg daarover. Dan ga ik verder met de opinierende ronde. En meneer Jutten, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, de notitie riep verder bij ons geen vragen op. We vinden wel dat je beter 10 mensen te veel kunt uitnodigen dan 1 te weinig. Het afwegen van het aantal te verwachten belanghebbenden blijft lastig en zal misschien nog eens tot discussie leiden. Echter blijft de mogelijkheid te bezwaren in het later stadium altijd bestaan voor mensen die niet aanwezig zijn geweest. Maatwerk en duidelijke communicatie kan veel stagnatie in het proces voorkomen. Met dat gezegd hebben, kunnen we instemmen met het intrekken van de notitie van 2009 en het vaststellen van de geactualiseerde. Dank u wel. Dank u wel, meneer Jutten. Meneer Kouwen, CDA. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft de notitie vooral gelezen als een doorontwikkeling van de bestaande notitie op basis van de ervaringen uit de afgelopen jaren. Twee zaken springen voor ons uit.
De eerste is de belangrijke verbetering ten aanzien van het betrekken van de omgeving. Door vroegtijdig in gesprek te gaan over het plan. Het lijkt ons wel verstandig om initiatiefnemers hierbij te faciliteren. Dus hoe organiseer je zo'n sessie en hoe breng je de initiatiefnemer en buren nou in positie om een ei kwijt te kunnen? Wat zijn hierbij do's en don'ts? En deel de ambtelijke ervaringen hierover zonder zelf achter het stuur te willen gaan zitten. Ten tweede vinden we dat de verplichting om bij nieuwe ontwikkelingen gasloos te bouwen past in onze duurzaamheidsambities en een logische aanvulling is op de bestaande notitie. Concluderend, een notitie met meer handvatten die letterlijk ruimte moet bieden aan maatwerk voor initiatieven. Net als in de huidige situatie vraagt de praktijk hierbij natuurlijk wel om visie van het college, kennis en ondersteuning van het ambtelijk apparaat en een controlerende rol vanuit de raad. Succes. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Wulsvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Laat ik maar de deur in huis vallen. We zijn het graag eens met het voorstel zoals het er ligt. Er zitten een aantal goede wijzigingen ten opzichte van de eerdere notitie in wat ons betreft. Volgens mij biedt het voldoende houvast om de komende tijd mee aan de slag te gaan. Dank u wel. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter. Aansluitend op de andere reacties, wat ons betreft ook over de belanghebbenden en de stedenbouwkundige structuur. Prima dat de notitie is aangescherpt met de bepaling dat de belanghebbende eerst overleg voert met de betrokken omgeving. Volgens aanwijzing van het college. Dat het college vervolgens toeziet op de uitvoering daarvan is op zich ook prima. Vooralsnog wordt hier alleen ingestoken op de kwantiteit van de raadpleging. En omdat de raad uiteindelijk een beslissing moet kunnen nemen, is de inhoud van de raadpleging wat ons betreft net zo belangrijk. Dus de vraag is of daar dan ook aandacht voor kan zijn bij deze toezichthoudende rol van het college. En dan sluit ik aan op de opmerking van de ChristenUnie over de criteria van het ruimtelijk knelpunt verbetering stedenbouwkundige structuur. Ik hoor in de beantwoording zeggen dat met name de input van de omwonenden daarin leidend is. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat de input van de stedenbouwkundige daarin een rol heeft. En daar hoor ik graag de wethouder nog even over. Verder kunnen we instemmen met het raadsvoorstel zoals voorgelegd. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Nou, wij zijn akkoord met de actualisatie van dit stuk. We zijn eens met de toegevoegde wijzigingen. We vinden het goed om te zien dat de belanghebbenden hier ook bij betrokken worden op een goede manier. En we wensen het college alle succes. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Wij zouden toch bij dit onderwerp nog een keer willen aansluiten bij onze missie en visie. En die gaat namelijk over vitale gemeenschappen in een onderscheidende woonplaats met een groene signatuur. En die groene signatuur die is wat ons betreft toch nog steeds een richting die we met elkaar koesteren. Dat betekent ook dat als je het hebt over inbreidingslocaties, dat je je grenzen ten aanzien van de inbreiding moet kennen. En dat betekent ook dat we niet zomaar allerlei concessies op voorhand willen doen om daar allerlei groen voor op te offeren. Dus dat zal voor ons ook altijd een belangrijke toetssteen worden. Daaronder kun je natuurlijk prima spreken over van hoe je dat doet. Dat staat ook in deze notitie, denk ik, keurig verwoord. Daar kunnen we ook in hoofdlijnen zeker mee leven. Het enige waar we misschien nog wel iets aanscherping zouden willen, is dat op het moment dat er een plan wordt ontwikkeld waarbij er meer dan een bepaald percentage bouwvolume wordt gerealiseerd ten opzichte van wat er actueel staat, dat er dan ook een stedenbouwkundige visie onder komt te liggen. Voor zover wij hebben kunnen traceren is dat geen criterium, maar we zijn benieuwd of de wethouder bereid is om daar toch ook iets aan toe te voegen. En of dat nou 10% is of 20%, dat weet ik ook even niet, maar een zeker percentage. En als we het dan toch over cijfers hebben, dan zouden we het woord circa bij 1500 vierkante meter weg willen hebben. Het is of 1500 meter, vierkante meter, waar je het over spreekt als criterium, maar niet circa, want dan weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Wethouder, mag ik u het woord geven over enkele suggesties? CDA had het over faciliteren
D66 kwaliteit met net zo belangrijk stedenbouwkundige. ChristenUnie vraagt er ook naar. Maar vraagt ook naar de missie en visie in zaken groen en het percentage bouwkundigen. Wanneer moet je stedenbouwkundigen inschakelen? Ja, voorzitter. Op de vraag van CDA, initiatiefnemers faciliteren. Nu is het al, als er een wat voor plan hier ook komt, zeggen we al tegen de mensen, ga met je buren in overleg en vertel de buren wat je van plan bent. Dus daar hebben we nu al een begin mee gemaakt. En we zien ook dat het gewoon positief werkt. U als raad zijnde krijgt ook een lijst met handtekeningen van buren die bezocht zijn. En niet dat ze ermee akkoord zijn, maar dat ze in kennis gesteld zijn van de plannen. Dus wat dat betreft, daar gaan we zeer zeker mee door. Dan deze 60. Ja, het is niet alleen kwantiteit, maar kwaliteit vinden we ook heel erg belangrijk. En als u ziet, de inbrengingslocaties, of de herontwikkelingslocaties die momenteel ontwikkeld zijn, daar heeft kwaliteit altijd wel de boventoon gevoerd. Mag ik hier onderbreken, voorzitter? Ja. Mijn vraag was bedoeld voor de kwaliteit van de raadpleging van de burgers. Dus een lijst met handtekeningen alleen is wat ons betreft dan niet voldoende. Liever ook de argumenten erbij. En het gaat niet over de kwaliteit van de uitvoering van de plannen. Het gaat echt over de raadpleging. Wethouder. Het is zo dat de initiatiefnemer neemt contact op met omwonenden. En wij kunnen bij sprekende initiatiefnemers zeer zeker wel handvaten meegeven. Met name ook over het hele kwaliteitsaspect wat u op doelt om dat mee te nemen. En in geval van de terugrapportage kunnen we ook bij spreken als voorwaarde stellen richting u als gemeenteraad en ons als college. Dus wat dat betreft zijn we dat zeer zeker bereid om op te nemen. Dan, en daar waar nodig bij spreken, zal zeer zeker een stedenbouwkundige advies worden gevraagd. Wij hebben dat, wat namen ook in het stuk staat, is in een van de voorbeelden ook genoemd. Maar wat dat betreft, toen hebt u als raad het losgelaten en heeft u het oordeel van de omwonenden zwaarder laten wegen. Maar nogmaals, waar wij van vinden, waar het complex is en met name waar toch met meer ogen naar gekeken moet worden, om daar waar nodig een stedenbouwkundige visie uit te laten voeren. Voorzitter, mag ik nog even duidelijk een vraag stellen wat dan de wethouder bedoelt met de omwonenden die daar een soort beslissende stem zouden hebben in het voorbeeld van, denk ik, Bontekamp 51. Bontekamp, ja. De lage stedenbouwkundige visie. Akkoord, want als het aan de omwonenden had gelegen, dan was het natuurlijk nooit gebeurd. Dus, nee. Dus ik vind het wat vreemde argumentatie onder het voorstel. Nee, maar u vroeg daarom. En die zei van dat met name in bepaalde situaties een stedenbouwkundige visie heel erg belangrijk is. Nou, het is, noem het alleen als voorbeeld wat daar toen gebeurd is en waar u als raad, toen met name het voorstel hier lag, dat u toch met name daarover uw twijfels had. Met name dat het plan wat daarbij spreken in uitvoering is, dat de stedenbouwkundig nog wel te wensen overlaat. Maar u hebt er toen toch voor gekozen om met name op basis van burgerparticipatie, wat de omwonenden in die zin van de voorkeur had, om dat toch te prevaleren. Ik bedoel gewoon als voorbeeld zoals het toen gelopen is. En ik snap ook wel de gevoeligheden hier in de raad die u noemt. Maar zo, wij spreken, zijn de ervaringen ook die we hier in het huis hebben. Maar ik zou wel graag onderscheid willen maken tussen het hier in de raad afgesproken proces. Op enig moment was er al een soort eerste besluit genomen. Dus gezegd van participatie is noodzakelijk in dit traject als je dit zou willen doorzetten. Maar dat is nog wat anders dan dat daarmee een verbetering van de ruimtelijke structuur aan de orde was. Want dat vonden de omwonenden juist niet. Dus het wringt denk ik een beetje qua argumentatie. Ja, die zijn van weet dat in al dat soort situaties, dat is niet alleen bij inbreidingslocaties, maar ook bij uitbreidingslocaties, dat altijd persoonlijke voorkeuren en een rol spelen. Dat zul je altijd houden, wat je ook gaat doen. Dan noemt u met name niet alles volbouwen, moet ook aan onze missie en visie denken, vergroenen is niet duur. Tot nu toe zijn inbreidingslocaties
hoofdzakelijk herontwikkelingslocaties. En daar waar het om groen gaat, zullen we zeer zorgvuldig en zorgzaam mee omgaan. Dan bij meer bouwvolume, een stedenbouwkundige visie. Bij spreken, daar zouden we af kunnen spreken, mocht bij spreken het volume 30% of meer zijn, dat we dan een stedenbouwkundige visie bij spreken als voorwaarde stellen. Want 10%, 20% heb je gauw, 30% heb je toch een hele andere situatie. En dan circa 1500, dat kan om mij ook gewoon 1500 zijn, is ook duidelijk. Want ja, circa, dat kan iets meer zijn, kan iets minder zijn, en daar ben ik het wel met u eens. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Luisteren naar uw antwoord, neem ik aan dat u de notitie aanpast met de toezeggingen die u gedaan hebt in verband met de invulling van het percentage, het woord circa weg. En dat het dan, concludeer ik als akkoordstuk, door kan naar de raadsvergadering. Akkoord, dan is dit agendapunt besloten en gaan we verder met punt 7, afstemmingsverordening participatiewet IOAW. Het is maar goed dat meneer Rooijakkers er niet is en IOAZ. De verantwoordelijk wethouder, de heer Van Leeuwen, voorbereidend, besluitvormend, vanwege onduidelijkheid in de praktijk, stelt het college voor om een nieuwe afstemmingsverordening vast te stellen voor de uitvoering van de participatiewet. Het gaat over verplichtingen en maatregelen en om het opnemen van een hardheidsclausule. In twee ronden, informerend, besluitvormend. Wie mag ik en... Ik zie hier ambtenaar bij staan, maar die is er niet. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Graaf. Voorzitter, mag ik namens de heer Rooijakkers een verduidelijking vragen voor de afkorting? Hij zit nu op Aruba en naar mijn weten kijkt hij mee, dus hij zal er lol in hebben. Dan maar mijn vragen, drie stuks. Op grond van de verordening kan een belanghebbende voor een deel gekort worden op een uitkering. Hierdoor kan hij of zij verder in de problemen raken en kunnen schulden oplopen. De vraag is of dat consequenties heeft. En dan denk ik met name als de betrokkenen een beroep doet op schuldsanering of aanspraak maakt op voorzieningen zoals vanuit het armoedebeleid. Oftewel, hebben die iets met elkaar te maken? Tweede vraag. De uitvoering van de verordening is opgedragen aan het college en wordt door consulenten in de praktijk gebracht. In de praktijk zullen consulenten tegen twijfelgevallen aanlopen, net als dat consulenten bij een gelijksoortige casus wellicht verschillende inschattingen maken of de situatie anders beoordelen. Is er een vorm van afstemming of consultatie tussen de consulenten en wie neemt bij twijfel de beslissing? De laatste vraag. Is het voor iedere belanghebbende die in een dergelijke situatie terechtkomt duidelijk wat zijn of haar rechten en plichten zijn? Is goede publieksinformatie beschikbaar en wordt er al mee gewerkt? Tot zover, dank u wel. Dank u wel, meneer de Graaf. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, ik heb even een korte vraag. Er staat in het stuk dat de participatieraad heeft geen opmerkingen geplaatst. Mogen wij, of bent u ervan uitgegaan, en mogen wij er dus ook van uitgaan, dat de participatieraad het eens is met het stuk zoals het er ligt? Dank u wel. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ik heb nog even één aanvullende vraag op wat mijn buurman net zegt. U geeft aan in een stuk dat de ene arbeidsconsulent in dezelfde situatie mogelijk anders kan oordelen dan de andere. En eigenlijk heb ik de vraag van of dat al mag. Natuurlijk begrijp ik wel dat je er een vangnet voor moet hebben om ervoor te zorgen dat het eenduidig is wat je naar buiten brengt daarin. Maar zoals ik het lees is het dus mogelijk dat de ene consulent anders kan oordelen dan de andere. En mijn vraag is of dat mag, want volgens mij moet je juist als gemeente wel met één mond naar buiten toe praten daarin. Dank u wel, meneer Veldhuis. Even kijken, geen vragen. Wethouder, mag ik u het woord geven? (Tie)
De afkortingen worden uitgelegd op wettelijke grondslag of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd, namelijk inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. En de inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. En daarmee zijn ze verklaard. Dat was in het stuk gebeurd. We hadden reeds het vermoeden. Maar dit terzijde, voorzitter. Schulden oplopen, ja, dat is precies ook de discussie die we gehad hebben. Die kan ik me nog zeer levendig herinneren over het stuk met betrekking tot reïntegratiebeleid. Waar we hier overigens uitvoering geven aan een wetstechnische zaak, want meer is het niet. Wordt er heel bewust voor gekozen om de consulenten de ruimte te geven om die strafkorting in te voeren, niet 100%, maar dat daar ook mogelijkheden zijn om daarin keuzes in te maken, om dat lager in te schatten. Nogmaals, voor de consulenten is het een nieuwe manier van denken en van werken. Dat vraagt veel begeleiding en daar zitten ook trainingen op. En die trainingen, daar zit ook intervisie bij en wij hopen via intervisie, of althans dat is ons streven, om die verschillen in inschattingen zoveel mogelijk weg te nemen. Dat zal aanvankelijk, zou dat nog het geval kunnen zijn. Overigens laat de participatiewet daar ook wel ruimte toe. Maar wij willen proberen om door zoveel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan, te overleggen, bij intervisie, casussen met elkaar te bespreken, om ervoor te zorgen dat daar een eenduidigheid in gaat komen. Het is echt een onderdeel van een transformatie, een omzetting. Wie bepaalt bij twijfel uiteindelijk, als het echt een punt is waar men dusdanig gereden twijfel heeft en er ook in collegiaal overleg niet uitkomt, dan is de verantwoordelijk manager degene die de beslissing neemt. Wordt er al mee gewerkt? Ja, maar dat is. Ja, er wordt mee gewerkt, maar dat is onder die reïntegratienotitie die hier aangenomen is. Officieel wordt hier pas meegewerkt na vaststelling door deze raad, dat mogen duidelijk zijn. Maar er worden al wel voorzichtig vingeroefeningen mee gedaan. Geen opmerkingen van de participatieraad. Betekent dat ze het ermee eens zijn? Ja, dat is een conclusie die ik niet één op één durf te trekken. Maar het feit dat men niet de noodzaak heeft gezien om kanttekeningen te plaatsen, doet vermoeden dat men het met de strekking van dit verhaal eens is. Ik heb dat niet expliciet bij de voorzitter nagetrokken. En VVD, ja, ik denk dat ik uw vraag ook al beantwoord heb bij de beantwoording van de vragen van D66, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ga ik over naar de opinierende ronde. U had nog aanvullende vragen, meneer De Graaf? Nou, niet aanvullend, voorzitter, maar dat heeft betrekking op de laatste vraag die ik stelde. De wethouder ging in op de laatste paar woorden waarin ik zei, wordt daarmee gewerkt? Maar de voorliggende vraag was of er goede publieksinformatie beschikbaar is en of daarmee wordt gewerkt. Zal ik voor u nagaan, krijgt u schriftelijke reactie op. Akkoord, ook beantwoord. Dan ga ik over naar de opinierende ronde. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Afstemmingsverordening. Het is een vrij technisch verhaal. De achterliggende visie is al eerder besproken. De wethouder refereerde eraan. En we hebben toen enkele, misschien wel kritische kanttekeningen gemaakt. Die zal ik niet herhalen. Ik heb nu wel drie opmerkingen. En de eerste is, de toon van het stuk is soms negatief. In kanttekening 1 staat bijvoorbeeld echt, letterlijk, dat straffen het doel is. En dat vinden we jammer. Dat is toch een negatieve blik. Wij hebben zien liever geformuleerd dat er staat, het doel is om de juiste maatregelen zorgvuldig te nemen. Zoiets maar. Echt te inzetten dat straffen het doel is, dat is toch niet het doel van de hele participatiewetgeving. Dus daar hoor ik maar graag een reactie van de wethouder op zo. Het tweede stukje,
Er zit ruimte in het nemen maatregelen. Er is net al iets over gezegd. En daar zijn we blij mee. En we steunen het van harte dat er maatwerk geleverd kan worden. Tegelijk vraagt het om een goede registratie en afstemming. Er staat nu dat verschillende interpretatie kan worden ondervangen. En dat klinkt wat vaag. Er zou eigenlijk moeten staan, moet worden ondervangen. En de wethouder heeft wel uitgelegd dat er interviews zal worden gehouden en dat er cursussen worden gegeven. Maar goed, het staat in het stuk zelf staat het vaag. Dus ik had het liever wat strakker geformuleerd. En het derde punt is een punt wat we ook vaker noemen. En ons punt is dat wet en regelgeving vaak ingewikkeld is. En voor veel mensen zijn formulieren moeilijk en wettelijke taken is moeilijk te begrijpen. Een foutje bij het invullen is zo gemaakt. We vragen de wethouder ook om er echt op te letten dat hier coulant en met geduld mee wordt omgegaan. En dat er niet direct van uitgegaan wordt dat het verkeerde wordt ingevuld. En wat de wethouder uitlegt over maatwerk geeft ons echt wel alle vertrouwen dat daar ook op gelet zal worden. Maar we hebben recent wat ervaringen met een andere overheidsinstelling. En ik verbeeld me toch dat ik redelijk formulieren kan lezen. Maar het is echt ongelooflijk hoe snel je opeens schulden hebt terwijl je er niks van weet. En hoe snel je opeens iets moet terugbetalen wat je niet weet. En hoe moeilijk het is om gegevens goed bij een instelling, niet deze gemeente, laat het helder zijn, om dat duidelijk te krijgen. Dus toen dacht ik van nou, als ik het al zo lastig vind, laat ik mezelf even als voorbeeld noemen, hoe moeilijk zal het dan zijn voor heel veel mensen. Dus ter ondersteuning van mijn vraag aan de wethouder wil daar echt aandacht voor hebben dat het vaak ingewikkeld is voor mensen. Nou, dat waren onze opmerkingen erbij, maar met het stuk zelf kunnen we instemmen. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen instemmen met het voorliggende raadsvoorstel, maar hebben daarbij nog wel een opmerking. En daarmee herhaal ik misschien een van mijn voorgangers, maar toch wil ik het nog even benoemen. De vaststellen van afstemmingsverordening geeft de consulent ruimte de verlaging zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie van de bijstandsgerechtigden. Met andere woorden, maatwerk, en dat vinden we heel belangrijk. Dus dat willen we graag onderstrepen. Zeker als daardoor verdere schuldenproblematiek kan worden beperkt. Maar we willen ook benadrukken dat in dit kader ook belangrijk is dat er goed overleg plaatsvindt tussen de consulenten om wel zo eenduidig mogelijk te werk te kunnen gaan. En u noemde dit net al en we zijn blij te horen dat dit uw aandacht heeft. Maar wij vinden het wel erg belangrijk dat hier niet te grote verschillen gaan ontstaan. Dus daarmee sluit ik ook aan bij wat mijn voorgangster zei. En daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kappert. Mevrouw Schiphorst, CDA. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een pittig stuk. En dan is het, mevrouw Lasje, ze gaf het al aan, vanuit negativiteit ingestoken. Het is ook daarom bedoeld, heb ik begrepen, ambtelijk. En ondanks dat de tekst leesbaarder is geschreven, heb ik er heel veel moeite mee gehad om alles te begrijpen. En ik schaam me wel een beetje onder de stelling van mevrouw Lasje dat het voor mensen die het aangaat heel erg lastig zal zijn. Ik heb ook gevraagd van hoe communiceren we dit met de mensen die het aangaat. Nou, de reactie ambtelijk was iedereen wordt geacht de wet te kennen. Ai, dacht ik, dit ken ik niet. Ik heb gevraagd of het op de site is. Ja, de verordening staat op de site. Nou, als je de verordening leest, dan gaat het los. Maar er is maatwerk mogelijk. En bij het gesprek, en daar was ik een beetje bij gerustgesteld, wordt er in de communicatie uitgelegd wat de rechten en plichten zijn. En dat is wel heel erg belangrijk. Willen we de mensen niet zover krijgen dat de verordening in werking moet. Nu heb ik ook begrepen dat het niet veel voorkomt, maar men wil tools in handen hebben om daar waar het nodig is de maatregelen te kunnen treffen. De menselijke maat vinden wij wel heel erg belangrijk. En dat willen we u meegeven. We stemmen in met het intrekken van de oude verordeningen en stemmen in met de nieuwe. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Dank u wel. De verordening spreekt voor zich en het is volstrekt duidelijk dat er een dergelijke verordening ook moet zijn. En wat ons betreft kan die ook zonder meer worden vastgesteld. En ik wil er graag een paar kanttekeningen bij plaatsen, opmerkingen bij plaatsen. Want we moeten niet uit het oog verliezen dat het hier gaat om een veelal kwetsbare groep inwoners.
En de vraag moet dan wel voorop blijven staan, zijn onze voorzieningen dan wel zodanig op orde, of brengen we een groep van deze mensen in de problemen en veroorzaken we eigenlijk als vanzelf dat er een noodzaak is voor deze verordening? En begrijp me goed, ik zeg niet dat dat zo is, maar ik roep op om goed te blijven kijken naar de oorzaken van ongewenst gedrag. En dat doe ik ook, en dan kom ik even in de buurt van mevrouw Lasje, dat doe ik ook omdat ik in de kanttekening zie staan dat de verordening bedoeld is om mensen te straffen. Nou zal de opgelegde korting of maatregel door de betrokkenen wellicht worden ervaren als straf. Dat kan ik me tenminste alles bij voorstellen. Maar het is toch echt wat anders, want straffen doet de overheid in het strafrecht. En dat doen wij hier niet als gemeente. Hier passen wij bestuurlijke maatregelen toe. En het gebruik van het woord straffen geeft wel een indicatie met welke blik er door de opstellers naar dit onderwerp is gekeken. En daar ben ik wel een beetje beducht voor. Wellicht dat de wethouder daar nog iets over kan zeggen. En wat ook goed in het oog moet worden gehouden is het verschil tussen onwil en onmacht. Rakkers en stakkers hebben we dat onlangs een keer genoemd. Soms is dat een helder en waar te nemen verschil. En soms moet je daar, en soms is het heel lastig om te zien waar dat verschil in zit. En dat is wel een echt punt voor ons, dat dat in de gaten wordt gehouden. Ga niet alleen zitten op controle en beheersing. Zorg ook voor voldoende checks en balances bij de consulenten. Dat voorkomt aan de ene zijde misschien dat punt van willekeur, hè, daar wordt op de meerdere partijen iets over gezegd, maar het zal ook diezelfde consulenten beschermen tegen integriteitsinbreuken van buitenaf. Minstens zo belangrijk. Dat gezegd hebbend, stemmen we in met de verordening. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer De Graaf, D66. Dank u wel, voorzitter. Strikt genomen gaat het hier om het vaststellen van een geactualiseerde afstemmingsverordening, met als doel meer duidelijkheid en handelingskracht voor de consulent. Prima, wat ons betreft. Het is goed om vast te stellen dat maatwerk het leidend principe is, met een stok achter de deur indien nodig. Doel is en blijft om mensen positief te stimuleren en te ondersteunen bij het volwaardig mens zijn en bij hun deelname aan maatschappelijke activiteiten. Een inclusieve samenleving dus. Wij denken dat de aanpak die we in Dalfsen voorstaan daarin een goede vorm is. Of straffen voor nalatigheid of verwijtbaar gedrag in alle gevallen helpt, dat valt te bezien. Er zijn al opmerkingen over gemaakt. We vertrouwen er echter op dat bij de uitvoering zorgvuldig gekeken zal worden naar wens en noodzaak van een maatregel, waar de verordening vervolgens in voorziet. Tot zover. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Veldhuis van de VVD. Dank u, voorzitter. Wij gaan ook akkoord met deze afstemmingsverordening. We gaan uit van een zorgvuldige beoordeling door de arbeidsconsulenten. We denken dat deze afstemmingsverordening daar voldoende ruimte in gaat geven. Maar willen we hierbij ook aangeven. Ga leren van de opgedane ervaringen en zorg ervoor dat je als organisatie hier ook van leert. We ondersteunen de oproep van de andere partijen om aandacht te hebben voor de communicatie naar de doelgroep. Deze verordening is een instrument en geen doel op zich. Want uiteindelijk lever je toch maatwerk. Tot zover. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Verleeuwen, zijn nog een paar oproepen aan u gedaan. Mag ik u het woord geven? Dank u, voorzitter. Is straf het doel? Nee, straf is niet het doel. Het doel is dat mensen, zoals het verwoord is door een van de raadsleden, op een goede manier kunnen deelnemen aan onze samenleving. Echter, er doen zich in een enkel geval, en gelukkig is er hier in Dalfsen maar sprake van een enkel geval, doet zich soms een situatie voor waarin je toch zegt dat mensen zich bewust, en of dat dan, ja, dat zijn dan de rakkers, meneer Wildvang, zich bewust onttrekken. En ja, daar is hier altijd nogal soepel mee omgegaan, laat ik het zo maar zeggen. En ik ben van mening dat je daar dan ook op een gegeven moment een keer een consequentie op moet zetten. Dat maatwerk moet zijn. Dat dat goed begeleid moet worden, dat dat uitgelegd moet worden, dat ben ik volstrekt met u eens. En dat je dat kunt vertellen, kunt verklaren, kunt uitleggen, dan zal dat ook
escalaties tegengaan, want zo werkt dat. Dus ik deel uw bevindingen en uw aanbevelingen volkomen. Ik ga nog even bij de afdeling over dat woordje straf praten. Ik hoor van meerdere kanten dat dat als negatief wordt ervaren, terwijl het bijzonder louterend kan zijn. Tenminste, zo heb ik het zelf ervaren toen ik als jongetje om 6 uur thuis moest zijn, maar zo goed aan het vangen was met vissen dat ik er om 6:30 nog niet was en mijn vader me kwam halen. Ik heb het daarna nooit meer gedaan. Oké, ook zelfs onze wethouder is ondeugend geweest. Maar hij is niet enig zo. Concluderend. Nee, ik doe later een keer. Concluderend. Dat de wethouder nog gaat overleggen of hij nog wat kan doen aan het woordje straf. Dat hij daar in het raadstuk of bij de raadsvergadering eventueel nog even uitleg over geeft. Dat de commissie in overgrote meerderheid akkoord is met een stuk. Wel oproept tot maatwerk. En eigenlijk een heel belangrijke taak neerlegt bij de consulenten. Dat daar zoveel mogelijk zorgvuldigheid en eenduidigheid is. Zeg ik dat dit stuk als hamerstuk naar de raad gaat. En dat we in ieder geval, ondanks dat hamerstuk, nog even een reactie van de wethouder krijgen over het woordje straf. Dit gezegd hebben, u wilt nog even hierop reageren? Ja, misschien de aanvulling dat de wethouder... Sorry. Ik had ook nog toegezegd dat ik even zou kijken of die publieksinformatie beschikbaar is. Er was ook nog nagevraagd. Mevrouw Rasje? Nou, ik wou de aanvulling maken dat u zegt dat de wethouder kan reageren op dat stukje straffen. Maar ik ga ervan uit dat wij dan daar wel iets van mogen vinden daarna weer. Akkoord, maar ik ga ervan uit dat dat er waarschijnlijk uitgaat en dat u dan daar helemaal mee akkoord bent. En zo ben ik hem ingestoken, dus vandaar dat ik zeg hamerstuk. Daarmee is ook dit agendapunt afgesloten en gaan we verder met punt 8 van de agenda. Vaststelling besluitenlijsten, de data 9 januari, die heeft hier wat op aan te merken. Niemand, 16 januari... Ook niet. En de besloten besluitenlijst van de 16e. Niemand. Dan sluit ik. Ik had u nog wat. U had nog wat van mij te goed. Vorige keer was het heel erg laat. Na 12. Dus nu, net over 9:30, sluit ik deze vergadering. En wens u een fijne avond en een goede nacht.